De ex-parlementariër Ronnie Tamsiran is gisteren op 57-jarige leeftijd overleden. Tamsiran leed aan longkanker en heeft uiteindelijk de strijd tegen de ziekte verloren. Hij zat namens de Percaya Luhur ruim 20 jaren in het parlement. Tamsiran woonde tot zijn dood in Kommewijnen en heeft gedurende zijn DNA-lidmaatschap dit district 4 termijnen vertegenwoordigd, zowel vanuit de coalitie als de oppositie. PL-voorzitter Paulson Mohadjo prijst vooral de loyaliteit en de principes van Tamsiran. Nou, kijk, bij elke verlies, en bijzonder persoon Tamsiran, is niet een gewone mens, gewoon lid, maar hij is tegelijkertijd de eerste ondervoorzitter. Hij is pas 57, wat een gedacht. Dus als ik kom te ontvallen, dat hij mijn plaats zou innemen. Want qua leeftijd reëel, ik ben 77, ik zie 25 jaar verschil. Dus we dachten al die tijd van jongerenverjonging. Hij is dan bij ons in de jaren 90 gekomen. 96 hebben we een kandidaat gesteld. En vanaf die tijd tot en met 2015 is hij onafgebroken parlementariër. Dat wil zeggen, is geliefd bij zijn mensen in Kommewijnen. Vier perioden is hij gekozen. Hij heeft niet door het volk bedankt, maar heeft zichzelf bedankt. Ik zeg, voorzitter, ik wil de jongeren nu de gelegenheid geven. Tamsiran wordt morgen begraven. Wie hem een laatste eer wil bewijzen, mag dit doen in het partijcentrum van de Percaya Luhur te Beekhuizen. In verband met het overlijden van de heer Tamsiran gaan wij ook helpen om dan de nodige zorg, de nodige hulp te verlenen. Eén is dat hij morgen, dat lijk, morgen bij het mortuarium om 9 uur gehaald wordt en naar het parlement, want daar is zijn huis. 20 jaar lang heeft hij alles meegemaakt. Ja. 20 jaar lang heeft hij het volk gediend. Ja. Dan bedoel ik echt dienen, niet verdienen. Ja. Gaan we afscheid nemen van het parlement en dan komt hij hier. En voor de structuren, met inachtnemen van de COVID, kreeg hij de gelegenheid om eventueel afscheid te nemen van de heer Wijlen Tamsiran. Maar ik begrijp wel, de afstand naar zijn woning wel bedacht is ver. Maar mogen ze toch gaan bij zijn woning, dat is 12 tot 3 uur. Geleden tot afscheid en 3 uur vindt begrafenis plaats. Maar hier in het partijgebouw, partijcentrum, is 10 uur. Dus de structuren en allen die hem lief hebben, die ja, kregen de gelegenheid om eventueel afscheid van hem te nemen. PL-voorzitter Paulson Mohadjo, hij sprak over zijn partijlid Ronnie Tamsiran, die gisteren is heengegaan. De ex-parlementariër is 57 jaar geworden.